Wat ga ik de komende weken doen? Deze week was natuurlijk een week van feestjes en zo. En hierna ga ik wat rustiger doen. Ik heb nog niet echt iets in mijn agenda staan. Ik ga wel meedoen aan een programma, maar dat heb ik eigenlijk nog tegen niemand gezegd. Want ik dacht, dan gaat iedereen daarover beginnen. Vertel. Nee, ik ga meedoen aan een dansprogramma. Leuk. Ja, dus dat begint volgende week zaterdag al op tv. Dus, maar ik heb nog helemaal niet kunnen oefenen en ik ben... Kun je dansen? Nou ja, niet echt. Beetje hiphop. Ja, een beetje hiphop. Een beetje gek dansen, dat kan ik wel. Maar goed, ik ga dus niet op vakantie omdat ik daaraan mee ga doen. Maar ik ga wel zien hoe het loopt. Ik ga gewoon met mijn danspartner lekker trainen. Wie is dat? Wie is je danspartner? Mijn danspartner? Ja, ik weet niet. Ik heb hem nog niet ontmoet. Ik weet alleen... Sorry, heuveltje. Ik weet alleen dat hij Remy heet. Lekker. Ja. Maar nou, verder... Nee, nu is hij niet... Hij was de hele tijd Remy inderdaad. Hij was de enige die nog niet aan het dansen was met zijn danspartner. Maar iedereen is al... De rest is echt al lang aan het oefenen. En ik heb nog helemaal niks gedaan. Dus we gaan het zien. Maar goed, dat ga ik doen. En verder, gewoon rustig aan. Hey, doei!